Goedemorgen, Wouter Bos. Desiree Stokkel hier. Het is 18 februari 2014. Wanneer gaan jullie bij het VU persberichten schrijven die mensen intelligenter maken en dwingen juridisch correct of wetenschappelijk te denken? Ik wil even met je hebben over dat persbericht van 12 februari over de nieuwe, eenvoudige wijze van thuistesten voor baarmoederhalskanker. Die thuistest. Ik behoor tot de categorie vrouwen die de meer complexe thuistest toegestuurd kreeg, omdat ik geen zin meer had in de gang van zaken bij de arts. Dat heeft helemaal niks te maken met het feit dat je als vrouw naar een arts moet. Er is iets aan de hand in de samenleving waar artsen en mensen die dus persberichten schrijven volledig aan voorbij gaan. En dat is dat vrouwen die zich laten testen op baarmoederhalskanker daar absoluut geen zin meer in hebben, omdat de uitslag van die testen zo onbetrouwbaar zijn. Heel veel vrouwen krijgen te horen dat er iets niet goed is en dan later is het allemaal weer wel goed. Er ontbreekt namelijk heel veel onderzoek. En dat is iets wat je moet uitzoeken bij de afdeling gynaecologie en dan vooral de afdeling ongewenste kinderloosheid. Ik ben zelf 3,5 jaar ongewenst kinderloos geweest. De oorzaak lag niet bij mij, de oorzaak was traag sperma. Nou, dan heb je allerlei testen. De baarmoederhalskankertest was daar één van. En nou heb ik ontdekt dat de kwaliteit van het sperma van de man van invloed is op de testuitslag van het baarmoederhalskankeronderzoek. En daar hoor je echt nooit iets over. Ik heb dat al vaker geprobeerd in de media duidelijk te maken bij die fora of bij die medische programma's. Maar niemand onderzoekt dat. En ik vind dat een hoogst kwalijke zaak, want je krijgt heel veel paniek tijdens de periodes van ongewenste kinderloosheid, overbodige paniek. Nadat je zo'n negatief testresultaat hebt gehad als vrouw, krijg je plotseling een gezond kind. Nou, dan word je woedend. Je bent natuurlijk blij met dat kind, maar dan vliegen al die onderzoekjes aan je voorbij. En dan word je echt woedend over al dat gekakel wat je hebt moeten verwerken. En dan hebben we natuurlijk nog de baarmoederhalskankervaccinatie situatie in Nederland. Nou, ik vind het echt belachelijk dat er een baarmoederhalskankervaccinatieprogramma is. Er sterven heel weinig mensen naar verhouding aan baarmoederhalskanker. En bovendien wordt er dan een vaccinatieprogramma opgezet terwijl het onderzoek onvolledig is. Er wordt bijvoorbeeld helemaal niet onderzocht wat de relatie is tussen het feit dat jonge meiden van wel 13 jaar zich door de samenleving en zelfs de medische wetenschap gedwongen voelen tot het hebben van seks met 13, 14 jaar. Dan heb je nog het hele drugs, alcohol en ondervoedingsprobleem, de sociale armoede die natuurlijk gestegen is nu. Slecht voedsel door allerlei maatschappelijke toestanden en door gezinsproblemen. En dan heb je nog het oude hoerverhaal wat tegenwoordig Centrum Jeugd en Gezin of Jeugdzorg of AMK heet. Er is in Nederland een cultuur gekweekt, een bureaucratie opgetuigd rond kinderen. En die kinderen die worden aan alle kanten bestookt en bevraagd. En niemand weet wat er met die informatie gebeurt. Die informatie verdwijnt in het oude hoercircuit en die wordt tegen gezinnen gebruikt. Of die wordt gebruikt door de farmaceutische industrie om een vaccinatiecampagne te ontwikkelen, omdat er zo nodig iemand weer een probleempje nodig heeft om daar een oplossing voor te vinden en vervolgens een spuit tegenover te zetten. En dat is nu gaande rond die baarmoederhalskankerproblematiek. En dat moet allemaal stoppen. Dus wat er moet gebeuren is dat artsen eerst eens duidelijk aan volwassen vrouwen moeten bewijzen wat nou precies de relatie is tussen de kwaliteit van sperma van de partner, bij voorkeur eigen partner natuurlijk, want daar reageert je lichaam op,
En voor die jonge meiden, die kinderen, moet eens worden uitgezocht wat de relatie is tussen de gezinssituatie, armoede, drugs, alcohol, seks op een jonge leeftijd en vergeet de milieuvervuiling niet. Zoals bijvoorbeeld de fijnstof. Het is een beetje vreemd, hè, dat allemaal niet onderzocht is, want als we nu even gaan kijken naar longkanker, dan wordt er wel gezegd, ja, als je rookt krijg je snelle longkanker. Als je in een omgeving woont met veel fijnstof krijg je snelle longkanker. Als je in een ziekmakende omgeving woont, kun je longkanker krijgen terwijl je nog nooit een sigaret gerookt hebt. Ja, dat zijn bacteriën en virussen waar je dan longkankers van krijgt. Waarom is daar geen vaccinatie voor ontwikkeld? He, voor de mensen die niet roken, zou je dan een vaccinatie tegen longkanker moeten ontwikkelen. Als je doorredeneert in de logica die wordt toegepast tijdens baarmoederhalskankeronderzoek. Nou, en zo zijn er wel meer situaties. Geslachtsziekten zijn voor vrouwen vele malen gevaarlijker dan baarmoederhalskanker. Waarom zijn er dan geen vaccinaties ontwikkeld tegen bepaalde geslachtsziekten? Vooral degene die je niet voelt, waar je eigenlijk niet ziek van wordt, maar die je wel hartstikke onvruchtbaar maken. En dat zijn dan ook nog onderzoekjes die heel snel tot resultaat leiden, hè? Als je je laat testen op SOA's. Ik bedoel, maar die hele verhouding is scheef en dat scheve, dat moet eruit. En dat zou je ook eens kunnen gaan doen in je, ook eens kunnen verwijderen uit je persberichten. Dag.